Moe maar voldaan moet Sven Kramer hebben gedacht na zijn race op de 5 kilometer tegen Europees en wereldkampioen allround Ivan Skobrev. Een prachtige manoeuvre van Kramer die daar achter de rug van Skobrev duikt. En meteen weer afstand neemt van de Rus. Het verschil wordt snel groter. Skobrev is niet in goede doen en Kramer wil de lat zo hoog mogelijk leggen. Hij is per slot van rekening al 4 jaar ongeslagen. 16 keer was Kramer in zijn carrière de beste bij wereldbekerwedstrijden over 5 kilometer. De afstand waarin hij woont. Verschil met Skobrev bijna 4 seconden. Maar wat gebeurt er met je als je er 18 maanden bijna uit bent, moet revalideren? Lang geen competitie hebt gehad. Skobrev gaat hij verslaan. 30-2, goede race van Kramer. En dan is hij in elk geval al de morele winnaar. Want Skobrev heeft hij ingepakt. En daar waren heel wat schaatsliefhebbers nieuwsgierig naar. Kramer, een flater zal ik hier niet slaan. Dat had hij van tevoren al gezegd. Maar hoor je bij de Nederlandse top, dan hoor je ook bij de wereldtop. En het is een prachtige internationale rentree van Kramer. Met 6:20:60, een nieuw baanrecord. De beste van allemaal. Voorlopig althans, want Kramer moet nog wel even afwachten wat Bob de Jong en Jorrit Bergsma doen. Skobrev heeft Kramer in ieder geval verslagen. Ik denk dat we allebei niet heel erg op tijd hebben gereden. Dat het toch wel een beetje man tegen man was. En hij kon hem toch halverwege eigenlijk al de genadeklap geven. En dat was wel fijn. De Jong rijdt een ongeconcentreerde race en geeft ruim een seconde toe op Kramer. Van het podium is hij in ieder geval verzekerd. Dan komt Jorrit Bergsma op het ijs. Bergsma is de regerend Nederlands kampioen. Hij had zich alles laten zien. Maar dat hij hiertoe in staat is. Jorrit Bergsma, hij heeft niet alleen geweldig sterk gereden. Hij heeft ook heel slim gereden. En de 6:18:74 is de winnende tijd voor Jorrit Bergsma. En pakt daarmee zijn eerste wereldbekerzege in zijn lange baancarrière. En Kramer heeft de aansluiting teruggevonden. Kunnen we nu zeggen dat je terug bent? Of kunnen we dat nog niet helemaal zeggen? Nou ja, weet je, ik ben echt terug als ik gewonnen heb. Maar ik ben blij hoe het gaat. En dat winnen bewaar je voor? Nou, voor later. Maar liefst zo snel mogelijk.